Hallo beste vrienden en YouTubers. Ik heb beloofd vandaag zaterdag keyboardmuziek te laten van Tiamo op 4 verschillende keyboarden. En dat was de Medelli, de Genos 2, de Tyros 2 en de Tyros 5. Maar ondertussen hebben we ook een Tyros 3 binnen gekregen. Maar dat zal ik zien als ik dat zet. Maar ik ga die allemaal apart zetten, dus dat kunt je dan luisteren. Welke keyboard eigenlijk best speelt. Maar ik speel die in het ik. Ik heb alles opgezocht in mijn boekje. Ik heb alles opgeschreven. Dezelfde instellingen. Zie maar weer. Ik heb dezelfde instellingen opgeschreven in mijn boekje. Voor elke keyboard ongeveer. Het is niet 100%. Maar voor 95% zijn die allemaal dezelfde instellingen. En dan gaan we toch kijken. Welke speelt beter. Ik moet zeggen. Er zijn heel veel verschillen. Maar natuurlijk. De Genos 2 moet je niet vergelijken met al de rest. Maar de Medelli KX10. Hier achter mij speelt ook heel mooi. En daar gaan we ook op beginnen te spelen nu. Dus die filmpjes komen allemaal online. Ik weet niet of ze allemaal tegelijk gaan komen. Want dat is veel werk. Je moet dat niet onderschatten. Ik moet dat inspelen. Ik moet dat programmeren. Plus, ik moet dat dan nog op de computer zetten. Dan verwerken. Dan opzetten. Live spelen. Oké, dat zijn mensen die zeggen, waarom speelt je niet live? Mijn camera is te klein, ik heb niet de gereedschap, ik heb niet de camera's, ik ben alleen. Daar heb je al een beetje hulp nodig, weet je, dat is... En live is veel gemakkelijker natuurlijk, maar dan moet je ook een chatroom hebben. En van het chatkanaal, ik weet niet of je dat weet op YouTube, pas vanaf 30.000 abonnees zeggen ze, kun je een chatkanaal krijgen, of wat moet je daarvoor betalen, ik zou het niet weten. Maar voorlopig komt dat nog niet, dat zal misschien nog komen in de toekomst, dat zullen we zien als ik meer abonnees heb. Maar we gaan nu beginnen met onze Medelli AKX10. Die ga ik nu opnemen. Oké, mensen? Veel luisterplezier. En ook luisteren naar de volgende dan. Oké, dan gaan we beginnen.